circulaire economie is vandaag de dag enorm belangrijk. Wanneer je als bedrijf werkelijke duurzaamheid wil bereiken, is de samenwerking met ketenpartners essentieel. Ecor maakt het voor haar partners mogelijk om aan hun duurzaamheid en circulariteit doelstellingen te voldoen. Hoe zij dit doen, horen we van Erik Lochtens. De technologie is ontwikkeld om alleen met water, druk en warmte, dus zonder toevoegingen, zonder lijm, dat je van celluloze reststromen een paneel kunt maken. En een paneel en celluloze reststromen, dat zijn dan bijvoorbeeld reststromen uit de stedelijke omgeving, koffie, drap, oud papier. Dat zijn stromen uit de procesomgeving, denk een bierborstel, van het brouwen van bier of bijvoorbeeld het maken van jeans. Maar het allerbelangrijkste voor ons zijn reststromen uit de landbouw en tuinbouw. Dus denk aan rijststroom voor het verbouwen van rijst, het gras wat we in Nederland in overvloed hebben. Wat je nodig hebt in een circulair economisch systeem is dat je samenwerkt, dat je co-creëert. Dat je met de partners in de keten de juiste keuzes gaat maken, zodat je een duurzaam, economisch, regeneratief systeem aan het bouwen bent. Dat is wat we nodig hebben. Hulp, samenwerking. Een voorbeeld in de praktijk die start bij de start- en landingsbaden van de grootste luchthaven van Nederland. En via deze fabriekshal gaat die ook weer terug naar de luchthaven. Langs die start- en landingsbanen ligt ongeveer 1000 hectare aan grasveld. Die grasvezels wordt op de lijn achter mij, die wordt afgesteld, gemaakt tot vezelpaneel. En van dat paneel kan je allemaal circulaire producten maken. Denk daarbij aan tussenwanden, aan meubels, aan balies voor in de winkels, maar ook aan kleine producten zoals merchandising materiaal en lampjes. Er wordt rekening gehouden met veel verschillende dingen. Materiaalontwikkeling, daaruit productontwikkeling, certificering, het brandklassificaat B, dat is gehaald. En het ontwikkelen van een goede business case om tegen de juiste kosten dit product te kunnen maken. Er zitten vele voordelen aan, maar de duurzaamheidsvoordelen zijn natuurlijk evident. Een verlaagde CO2-footprint en het gebruik van afvalmateriaal om nieuwe producten te maken. Daarnaast zijn er kostentechnische voordelen, bijvoorbeeld door een andere prijsstelling van het materiaal en door het elimineren van afvalmanagementkosten. Maar ook onverwachte voordelen. Doordat er nu betaald wordt voor het gras, loont het zich om meer gras te gaan aanplanten, wat een indirect voordeel heeft voor de vliegveiligheid op de luchthaven. De circulaire economie is een van de twee grote big tickets voor de komende decennia. Dat gaat een impact hebben op alles en iedereen. We gaan de juiste keuzes maken, we gaan gezondere materialen gebruiken, we gaan naar een beter systeem en eerlijker voor alles en iedereen. Daar draagt deze technologie aan bij. Dat is daar een onderdeel van. Maar we moeten dit samen gaan doen